Eerst gaan we naar de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington. Want vandaag is, of morgen moet ik zeggen, is de laatste dag. En dus gaan we de balans opmaken, want er zijn toch wel zorgen, met name over protectionisme. Bij ons is huiseconom Han de Jong. Han, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Ja, allereerst, wat zegt, de IMF, wat zegt IMF en de Wereldbank over de staat, staat van de wereldeconomie nu? Nou ja, er zijn natuurlijk zoals altijd positieve dingen en minder positieve dingen. Kijk, waar ze heel tevreden over zijn, dat is dat de inflatie heel sterk is teruggedrongen. Misschien kun je zeggen dat die bijna is overwonnen. En dat dat gebeurd is zonder dat economieën in een zware recessie zijn terechtgekomen. Nou, dat is positief. Waarom? Nou, omdat het in het eind jaren 70, begin jaren 80 wel anders was. Toen waren er heel zware recessies uh, eigenlijk nodig om die inflatie terug te dingen. Nou, dat is nu een heel ander verhaal geweest. Dus dat is positief. Maar, nou, je geeft zelf al aan, uh, hè, er, is, er is grote zorg over het oprukkende protectionisme. Uh, en je, ja, je had het al eventjes over de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dat ziet er eigenlijk vrij simpel uit. Hè. Als mevrouw Harris het uh, wint, dan wordt het er niet beter op. En als meneer Trump wint, dan wordt het er waarschijnlijk nog slechter op. Ja. <laughs> uh, en daar komt het een beetje op neer. Hè. Die, die, dat protectionisme, overigens niet alleen van de Amerikanen, maar ook elders in de wereld, dat leidt tot fragmentering van de wereldeconomie. Eh, daardoor vermindert de internationale arbeidsverdeling en dat kost de wereld gewoon welvaart. Zie je. Dus dat is een, een, een grote bron van zorg. Dus ook Europa. Andere, wat zeg je? Dus ook Europa. Dus ook voor Europa, ja, ja natuurlijk. Ja. Hè. En, en ja, voor ons eigen land. Wij zijn natuurlijk toch een open economie, hè, een handelsnatie. Dus die fragmentering van de wereldeconomie, nou dat. Uh, dat is voor ons geen goed nieuws. Nee. Uh, andere zorg dat gaat over overheidsfinanciën. En um, ja, zoals ik dat dan interpreteer, toch ook wel ook over het gebrek aan urgentie in heel veel landen om de overheidsfinanciën ja, toch op een houdbaar pad te houden of te brengen. Um, en, en een derde punt van zorg is, uh, uh, ja, dat is in ieder geval dat dat richt zich meer op ons. Uh, het gebrek aan groeidynamiek in Europa. Dus ja. ja, meer dan genoeg zorgen. Nou en of. Ja, zeker als we kijken naar die, dat, dat Europese. Hè. Wat de nieuwe analyse van het IMF zegt, dat de economie nog wel groeit. Maar inderdaad, wat, wat uh, zowel meneer Letta als, als Draakje de afgelopen tijd gezegd hebben. Die groei die begint wel een beetje, beetje, beetje kleiner te worden. Sterker nog, die kan omdraaien. En daarmee worden we de zieke man van de wereld. Waar zitten met name de knelpunten? Wat zegt het IMF daarover? Um, nou ja, het IMF volgt eigenlijk toch wel een beetje de lijn van die rapporten he, van, van Enrico Letta en, en Mario Draghi. He, dat, um, uh, nou, dat, dat wat Europa in ieder geval moet doen, dat is uh, de, de economie verder integreren. He, dat rapport maanden geleden van Enrico Letta, dat ging over het, uh, ja, het, het afbouwen van de gemeenschappelijke markt. He, de, uh, ja, ja, het is belangrijk in je economie om uh, bedrijven. De mogelijkheid te geven om schaalvoordelen te, te behalen. Die, dat hebben bedrijven in de Verenigde Staten, zeker. En in China natuurlijk ook. Um, en in Europa is het een stuk minder, omdat uh, ja, onze interne markt. dat blijft toch een beetje een lappendeken van. Uh, ja, van, 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 uh, van nationale markten. Um, die, uh, uh, ja, waar, waarvoor het lastig is door bedrijven. om uh, gebruik te maken van de schaal die de, die de interne markt in principe wel biedt. Hè? Want, uh, ja, Europa heeft uiteindelijk, de Europese Unie heeft meer inwoners dan de Verenigde Staten. Dus um, ja, ga verder met de economische integratie. Dat is eigenlijk ja. wat, het, uh, wat het IMF aanbeveelt. Precies. En nou komt het best wel interessant dat je zegt. Want onze minister van Financiën, Elke Heijnen. die zei tegen de FD bij de jaarvergadering. dat hij zich hard gaat maken voor het beter laten samenwerken. van de Europese kapitaalmarkten. Dat kan een stap zijn natuurlijk. En wat stelt hij dan precies voor? Ja, dat is natuurlijk een onderwerp dat al, al ja, vrij vaak wordt genoemd. Het, het afbouwen van de kapitaalmarktunie. Nou ja, wat moet je daarbij voorstellen? Kijk, op de kapitaalmarkt worden, worden, worden geldvragers en geldgevers bij elkaar gebracht. Het ja. komt er eigenlijk op neer dat ja, wij, wij sparen natuurlijk allemaal, de een wat meer dan de ander. En het gaat erom dat dat spaargeld dat in Europa bestaat. Dat dat uh, ja, op de meest rendabele plekken wordt gebruikt om, te, uh, om geïnvesteerd te worden. Um, en en dat, uh, ja, daarbij is eigenlijk noodzakelijk dat die kapitaalmarkten binnen Europa, dat die eigenlijk als één markt uh, functioneren. Nou, um, ook weer doordat die kapitaalmarkten in Europa eigenlijk een beetje een lappendeken vormen van nationale kapitaalmarkten, um, um, ja, is dat in Europa veel minder het geval. Daardoor, althans dat wordt beweerd, hè, dat is te bezien valt of dat ook zo is. Maar in ieder geval de gedachte is dat uh, Europese start-up bedrijven, innovatieve Europese bedrijven, dat die veel moeilijker aan, uh, aan kapitaal kunnen komen dan hun Amerikaanse concurrenten. Waardoor je ziet dat die, uh, dat ja. die uh, veelbelovende bedrijven in Europa niet kunnen opschalen, en mm -hmm. elders wel. En dat stelt ons natuurlijk op een enorme achterstand. En, ja. En wat, ja, wat Heine nu voorstelt is dat hij, uh, ja, dat hij eigenlijk een soort kruistocht wil beginnen om die kapitaalmarktunie toch echt uh, van de grond tot de grond op grond te gaan brengen. Ja, precies. Dat, zou dat inderdaad kunnen, uh, onze positie kunnen verbeteren? Want we weten hè, dat uh, na de Inflation Reduction Act, die ook nog eens uh, als een soort subsidiepot is geopend door, uh, door Biden, uh, ja, zou dit inderdaad een antwoord van Europa kunnen zijn. Maar gaat dat helpen en zijn de neuzen daarvoor dezelfde richting uit te krijgen? Ja, nou ik denk dat dat zeker zou helpen. Of dat het wondermiddel is wat sommigen ervan uh, aan, aan toeschrijven, dat, nou ja, dat moet ik nog zien. Mm -hmm. Maar het zou zeker gaan helpen. En wat, wat ik ook wel heel erg interessant vind, is dat Heine hier nu mee komt. Um, uh, waarom? Want hij komt er natuurlijk mee. Uh, ja, een, een paar weken, of misschien anderhalve maand nadat dat rapport van Draghi is uh, verschenen. Ja. En een van, de, een van de punten in het rapport van Draghi is natuurlijk... dat, uh, dat er wordt gepleit voor het aangaan van gemeenschappelijke schuld. <laughs> het uitgeven van eurobonds. eurobonds ja. Nou, daar is, uh, daar is Nederland en, en zeker de VVD en dus Heine... Uh, die, die zijn daar uh, valikant op tegen. En nou is het natuurlijk in Europa wel zo... dat ja, als jij altijd maar tegen dingen bent en alles wil tegenhouden... Ja, dat, dat komt niet echt lekker over. Dus het is ook wel eens verstandig om dan eens het initiatief te nemen... En, ja. Met iets te komen waar je dan voor bent en je en je daar energiek voor in te zetten. En dat lijkt Heijnen nu te doen. Dus ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat gewoon strategisch, politiek, strategisch een goede, goede zet is van hem. Hm. Uh, en uh, ja, tot stand brengen van die kapitaalmarktunie. Ja, dat zou ik denk dat dat zeker zou, zou gaan helpen. duidelijk ja, Dankjewel. BNRs R's Hande Jung